Wagwan iedereen, welkom terug bij de Afcon Daily, of beter gezegd de enige dagelijkse show over de Afcon in België. Voordat ik begin aan de show wil ik eerst een paar heel belangrijke mensen bedanken. Ik wil de mensen bedanken die deze show dagelijks mogelijk maken. Ik wil een shout-out geven aan Tim Dalle, de OG, a.k.a. Timothy Kalonji. Ik wil de mensen bedanken die naar onze live-event zijn gekomen. Ik wil de mensen bedanken die over ons tweeten, die comments achterlaten, die op Insta over ons posten. En alle mensen die ons gewoon heel veel vastgeven. Voordat ik mijn panel vandaag introduceer, geef ik jullie uiteraard een jingle. Andy Xema. Wie mon frère. Je bent er vandaag met mij. Yes. Meestal zijn we hier met drie met de bedoeling om elk, hè? Ons deel aan te brengen aan de show. Mm -hmm. En elk onze visie en energie en dat soort dingen te geven aan de show. Ja, maar ja, vandaag ja. zijn we met twee. Mm -hmm. Eigenlijk om een speciale missie. En dat is onze broeder ondersteunen. Ja. Want het is een moeilijk moment voor hem. Hij is in rouwperiode. Ja, maar ik wil hem wel een applaus geven. Brian Souares-Duarte. Brian. Ik wil eerst zeggen oh, papa, dat papa, ik, ik de cent heb gegooid. Ja? Ik ben hier om jou te ondersteunen. vandaag. Ja. Okay. Ik weet dat het een moeilijke episode gaat worden voor jou. Nee, nee, ga maar niet, ik heb een serieuze eerste zijn. vraag voor het jou. Het gaat niet moeilijk zijn. Ik heb een serieuze eerste vraag. Ja, je mag ze vragen. Vraag. Lieg ik als ik zeg dat je ondanks het resultaat van vandaag trots bent op Cavverde? Nee, je liegt sowieso niet, snap je? Ik ga eerst daar beginnen. Nou, ticket. Ik heb mijn segment zelf gekozen. Nee, natuurlijk. Ik ben super blij en super trots op het spel dat we hebben gebracht, dit toernooi. Um, kwartfinals bereikt. En het, en het enige wat dat meeste pijn doet is. Je land laat je dromen. Ze geven jou hoop. En dan wordt het op een heel domme manier weggegeven. Maar uiteindelijk, snap je. Als land die zeker ook gewoon vanaf. Ik zei bij straat ook van. Ik dacht niet dat we gingen winnen tegen Ghana. Ik dacht dat we, winnen, dat we gingen winnen tegen Egypte en Mozambique. Um, we winnen dan tegen Mauritanië. Maar je ziet wel gewoon van. Het spel dat ze hebben gebruikt. Leuke voetbal. De um, vibes dat ze hebben gebruikt. Ook gewoon terug het geloof in het nationale team. Want. We doen al jaren mee en we zijn inderdaad aan het groeien, aan het groeien, aan het groeien. Maar dit was de eerste keer dat we voelden dat we in een proces zaten. Dat we echt wel ergens naartoe gingen gaan als natie. Uh, en dat is dan dus meer en deels met het spel dat we hebben gebracht in het toernooi. Um, dus ik ben super trots man, ik ben super trots op alle 5 spelers Ik ben echt, echt, echt super blij. Um, ik ben blij met de inzet van, van de meeste boys. Ik ben blij om nieuwe talenten te leren kennen. Ik ben blij um, met de vreugde die ze mij hebben Dus daar ben ik zo, zo blij. Ik ben echt blij met 5G-spelers van deze selectie ik ging net vragen zijn jullie niet meer 26? nee dat zijn mijn 25 niet man nee nee want kijk nee, het, is, het is heel simpel nee het is heel simpel kijk nee nee het is heel simpel nee maar ik zeg je niet meer reden en ik denk dat iedereen die heeft gekeken heb een gewoon simpel zeggen ik heb het kan mij niet schelen ik heb al eens in iemand toernooi want het ding is jullie kennen hem niet ik ken hem ik heb hem al gezien vroeger snap je toen 2013 zijn ik heb hem gezien depuis depuis. dus ik weet wat die mannetje was en ik weet hij is op saus snap je dus het ding is vandaag als je kijkt naar de coach doet zijn werk, de technische staf doet zijn werk, de, de vrouwen in het Tiburiden doen hun werk, iedereen doet hun werk. Maar er is één guy die zijn werk niet wou doen. En als, ik ga zijn naam zelfs niet zeggen. Ik ga zijn naam niet zeggen, gewoon nummer 21. Ik ga zijn Ando, naam niet zeggen. Nee maar, dat is het ding. nee, maar dat is het ding, Alex. Nee, dat, uh, Andy, dat is het ding. <laughs> nee, nee, dat is het ding. Als jij op een toernooi komt met de objectief. Van ik wil een transfer fixen. of ik wil mezelf spelen. of mm. ik wil een highlight rule gaan spelen, broer. Want ik, ik zeg altijd. het ding was, kijk. je moet even mijn gedachten op een uitje. Wat denk je, toen zijn we Match 1, hij start. Deja, ik ben JA. Ik, uh, ik, ik ben al. nee, fuck die. nee, man. <laughs> <laughs> er is niks in safe aan, man. <laughs> wedstrijd 1, hij speelt. Jij ziet al, hij is op black. Snap je? Hij is niet op die. wij zijn een team en zo. hij moet gewoon zijn eigen ding doen. Dan wedstrijd 2 tegen Mozambique. Hij trapt die vrije trap tegen de lat. Ga leren, dat was goede trap. Maar in mijn hoofd denk ik van, welke guy die speelt in functie van het team? Die speelt in functie van wij willen iets doen op die toernooi. Gaan 40 meter trappen. Alles, je trapt op de lat. Ik zeg: weet je wat, stab Goed. Snap je? proficiat. De tweede vrije trap broer ik zich alsjeblieft. Maar toen zeg ik al: oké, okay, hij laat gewoon zijn karakter zien. Hij laat die wedstrijd twee al zien wie hij is als persoon. Hij heeft al laten zien. En, 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 en mensen hebben hem tegen mij altijd gezegd, broer. Als een persoon laat zien wie jij bent, broer, moet je die geloven. Maar nee, iedereen wil hem hypen. Ik zie TikToks Ah, Nee, ja, verloren speel met United. Hij is nu bereikt van de blablabla. Bla, superster op het afkomen. Geen superster, broer. Hij heeft één keer gescoord. Dat was mooi getrapt. Mooi een keeper was een beetje fraude. Maar alles, ga meer zelf. En dan, we komen in dingetjes. We komen tegen Maritanië. Heb je toch nou iets te doen? Dan, coach, gaat al een beetje door van. Jongens, een beetje, een beetje Fugazi bezig. Snap je? 60 minuten eruit. Paf. Vandaag, ik zie, coach, juist de beslissing. Hij moet op de bank zijn, hij moet niet spelen. Broer, hij komt op, broer. Als ik... Mag ik opzoeken? Of ik, hij heeft je trap op het doel. Ik kan opzoeken. Ik ga opzoeken. Ik ga opzoeken, ik ga opzoeken. Ja, Denk die jongen: 4. heeft zes? Nee, 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 meer. Nee, meer. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Niet is sowieso geëindigd. Hij is de wedstrijd geëindigd. Met meestal stoten. Broer: op een half uur. Op een half uur aan die broer. Nee, maar je moet met beseffen, broer. Hij komt binnen. Hij krijgt. Als die bal botsen, hij trapt. Hij komt binnen. Broer, ik zeg al: eerst aannemt aanname dat hij doet. Hij trapt aan 40 meter. Dan die actie dat hij met het heeft gemaakt. Hij braai gebroken. We doen een actie het rechts. Nee, maar ik hou wel een team. Ja, nee, 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 nee. nee, nee. We, we, ja, doen, we, ja. doen, we doen driehoekjes. Uh, pas, pas, kaats, 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 kaats. Deze boeg gaat trappen van, het, van, van, van. Oh broer, ik ben zo laat Wauw. Ik denk het. Hij gaat trappen van. Het, broer, waarom? Alsjeblieft, ah, man. Dat is wel een probleem met zo heel veel mensen, broer. Ik heb al gezegd, ook op Twitter. Als jij komt naar een toernooi om je eigen dingen te gaan pushen, broer, blijf thuis. Kom niet, broer. Blijf bij je dingetjes, blijf bij je. Moeien, blijf gewoon daar in Spanje zo broer, maar kom niet hier op. playa broer. Nee, want het ding is dat, is, dat irriteert me, we doen zoveel als selectie samen om zoveel mogelijk te komen. We doen echt heel veel werk en ik ga niet, ik ga niet één fase wegnemen van wat we hebben gedaan op de toernooi, zeker niet. Maar dat irriteert me tot op mijn kern en, en, en dat zijn altijd dezelfde type spelers. Die denken in hun hoofd van, ik kan alles doen, broer. Waarom in de 120ste minuut, we hebben een actie, we hebben een counter 3 tegen 2, jij denkt, ik moet trappen van 40 meter? En het ding is, en het ding is, weet je wat mij irriteert? Ik ken kabels, jij kent kabels, jullie kennen kabels. Waarom voilà, iemand had toen iemand uitgescholden? Dat kan niet anders. Maar omdat hij die die is daar is mijn patroon en zo. Mm. Ik ben blij dat hij 32 is. Ik, dit is al, dit zijn eerste afkomst en zijn laatste afkomst. Ik wil hem niet meer zien. Nee, ik wil hem niet meer zien. Nee, ik wil hem niet meer zien. Nee, ik wil hem echt niet meer zien, broer. Want het ding is, broer, nee, jij saboteert je ploeg. Ze bijt, penalties we missen. Dat gebeurt. Het ding is, ik heb er voornavond al een beetje. Ik ga een beetje toe. Voornavond we gaan. We gaan Ga een beetje zo zijn. Snap je? Maar als de voorbroer, als wij de hele wedstrijd een betere ploeg zijn, oké, okay, ze hebben een paar kansen gehad naar Zuid-Afrika, respect naar jullie. Ik ga niet te veel praten over jullie, want jullie hebben weer dingen gedaan. Maar als jij de hele wedstrijd zo goed als domineert: balbezit, acties, defensief, je staat goed. En dan komt er één boek, gewoon alles uh, op uh, verpiste broer. Broer blijft thuis afvoeren. Broer, dan heb je nog liever bakamboe. Weet je dat ding met bakamboe? Je kunt hem haten en dat dingen daar. Dat is leuk. Haha. Nee. Bakamboe, hij trapt niet. Nee, maar hij trapt Dat's voorbij. Niet. Nee, broer. Maar is voorbij. Ah, oh, Piet, ik heb met zijn naam gezegd. Toe. Dat is waarom ik je niet ga jugeren vandaag. Nee, van mijn hoofd. Wij hebben die twee jaar geleden broer, ook gezien. gedaan. Alleen wij, ik heb die twee jaar geleden ook gedaan. Piet. Dus ik snap dat. Geef maar zegen. Geef maar, zeggen. maar zeggen. We, ah, nee? <laughs> ik wil je gewoon even laten bezien. Andy. U, <laughs> Hij heeft het net gehad over die penalty -ricks. Ja, Ik wil dat we daar beginnen. Normaal beginnen wij met het begin van de wedstrijd, tactische analyses. Maar het zijn de kwartfinales, iedereen ziet de wedstrijden. Er is maar één wedstrijd om negen uur. Als jij van af kon houden, je hebt dat gezien. Maar die penalty reeks. Het eerste dat ik zei tegen jou was, disaster class na twee penalties. Ik wist dat. Want je ziet eigenlijk echt die guys. Weet je zo, als penalty een penalty komt met bepaald zelfvertrouwen, dat zaten we ook fan. Het is een, een, een mentaal steekspel tussen jou en de keeper en zo. Maar ik zegt al van, mmm, die boeken, die komen niet echt met, met, met dat vertrouwen, snap je? En uh, ja, ik denk dat we de, 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 daar ook aan het bespreken waren. Van, ja, de keeper springt mm -hmm. al constant, van, de keeper van Zuid-Afrika, springt ik denk drie, vier keer. Uh, drie, nee, van de vijf keer heeft hij drie hij keer... Drie zelf, keer links. Ja, drie keer dezelfde hoek. Drie keer gepakt. Drie keer na elkaar. Ja, en dan de, de keer dat hij dan eh, links pakt gaat hij naar de andere kant, trekt de ook eh, naar de mm -hmm. andere kant. Oké, okay, scoort hij juist yes, omdat hij juist ja. hoog genoeg heeft getrapt. getrapt. Maar dan zie je echt van... Virginia was eigenlijk al kapot. In de zin van het, het mentaal, op mentaal vlak de spelers. Hij viel dat wel hard op. Ja, dat is eigenlijk zoiets hadden van, ah, oh, pita, dat is het Simsie, mm -hmm. Terwijl ik ook zoiets had van ja, die, die mannen van Zuid-Afrika, dat was ook gewoon, die moesten gewoon hard trappen. Hun ding was We gaan gewoon hard trappen. Stapte? Stapte? Ja. Dat is al. Die komt er bij. Die teke... door het centrum getrapt. Hè? En dat is het ding, broer. Ik snap oh, niet, broer. Die spelen. Nee, broer. Ja, ik snap, het. Ik zit niet al sinds vorige week broer. <laughs> Trap gewoon door het centrum, broer. Waarom wil je allemaal graven in de hoek kiezen? Trap gewoon. Broer, keepers duiken sowieso. Voilà, als een keeper die pakt door het centrum. dan boy je weet een beetje Ik zeg, Dat is mijn schuld. Mm. Ik ga dat zeggen. Dat is mijn schuld. Maar, broer. Elke keer keepers duiken. Broer. Trap gewoon door het centrum. Die eerste penalty was gewoon zakelijk, broer. Gewoon door het centrum. Geen bla, -bla. De mannen willen hier in de hoeks en zo alsjeblieft, man, broer. Het ja, ding is, als je met voor mij een hoek trapt Trap, trap, met, trap met overtuiging. Maar als ze gaat trappen, ik ga respect voor hem. Als je niet door gaat trappen, trap dan gewoon door het centrum. Dan het is het gewoon 50-50. Als keeper blijft dan je af nee. Maar de hele tijd doen we die nou eens daar doen en zo. Die trappen niet door, broer. Maar ah, je Ik wil dit moment pief, gebruiken voor een commerciële plug. Uh, Schaal het naar Noisegate. Schaal het naar Dit. Schaal dat naar Compressor, broer. Schaal dat naar Compressor. Oh, Schaal dat hey. naar alle equalizing programma's. Uh, wat is er zo nog? Shout naar Reverb. Absoluut uh, alles waarvoor zorgt Dat ik jullie long, dit man. horen in jullie kask. <laughs> maar dat klinkt niet zoals wij hem hier horen. Als je ziet ik. Nee, maar dat is niet, broer, dat is echt niet. Dat is niet normaal, man. Dat is echt niet. Ik, dat echt, ik, maar ik, is voor... ik vind het jammer dat ik moet praten over één mannetje van een wedstrijd, 110 minuten, waar dat wij sexy. Maar echt, hoe mooi dat jullie onze vrouwen vonden in de tribune. Zo mooi, jullie? Oh. Ja, zeker. Ja. Vooral jij. Ja. ja, 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 van Cabo vrouw. Tek I got you this time. Snap je? Het Zo mooi hebben wij gevoetbald vandaag. Zo mooi. Want tegenover Maritania was het. Maritanië was niet goed. Maar vandaag. Je controleert tempo. Je breekt lijnen. Ah, window Pass. FC, broer. Hey, dat was nasty om te zien, broer. Ah, broer. Elk gaatje dat je kon vinden. We hebben die drie gepikt. Toch? Dus. Wow. Snap je? We spelen mooi voetbal door de linies, draai door, kaatsen, combinaties, driehoekjes, allemaal. Schat naar Gilson die invalt. Schat naar Rodriguez, Schat naar Avoisinia. Schat naar iedereen die heeft gespeeld. Schat echt naar iedereen die heeft gespeeld. Iedereen, iedereen? heeft gezegd. Nee, nee, bijna iedereen. 38%. <laughs> Schat naar bijna iedereen die heeft gespeeld. Snap je? Chat maar van de 16 man hebben we gebruikt. Sjaad, maar 15 van jullie. Echt wel magnifiek. Ik kan niks zeggen. Jullie hebben echt jullie ding gedaan. Maar, en dat is voor, voor mij het jammer is. Want dan is er gewoon één bijtje afvoer Die moet mm. komen en hij moet alles. Broer. Weet nog die ene actie? Hij komt, hij doet, hij, hij komt naar binnen. Hij moest iemand steken, broer. Hij steekt niet, broer. Hij trapt. En dan kijkt mm. ik naar zijn schoen. Precies naar zijn schoen, broer. broer Jouw schoen is een Nike, broer. Ik heb die schoenen ook. Gewoon goede kwaliteit, broer, Pas die bal alsjeblieft, broer. Alsjeblieft, man. Maar weet je wat ding is? Ik ben gelukkig. Het toernooi is gedaan. We hebben ons ding gedaan. Kwalificatie, wk kwalificatie komt erop. Volgende kwalificatie komt erop. Sommige mannen gaan niet meer in de selectie zijn, broer. Want ik, ik geloof mij. Geloof mij. Geloof mm, mij. Ik geloof u. Ja. Ja, geloof mij. Nee, ik, geloof, ik ga ja. zeggen in Nederland, geloof mij. Die pik gaat nooit meer spelen. Bro. Hij <laughs> gaat niet meer spelen. In de hele episode ga je zoveel rimpels om Maar. Om over café te gaan, mensen. Ergens heb ik zoiets van: ik vind u iets of wat te streng. Naar... ik ben op één guy ja, ja nee naar hem toe vind ik te streng nee, Wacht, 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 wacht. ik heb u gelaten laat maar we hebben segment speciaal voor jou hij ja. is gewoon jasado ja. Sadugo. ik zie nee. niet allemaal. hij is gewoon jasado oké wat jij wilt maar ik vind het te streng want ik heb ook zoiets van ah oké okay. hij denkt dan op volgens jou dat hij de guy is en van alles en zo heeft het Ergens en dat moeten we ook eerlijk over zijn. Wel bewezen die toernooi dat hij zich soms als de Gaiker gedragen. Wanneer? Ja. Wanneer? De vrijtrap, mijn zus. Broer, 40... die vrijtrap. Ja, laat me praten. Laat me praten. Laat me praten. Oké, c'est bien. Laat me praten. Justeer dit. Ja, nee. Moeten niet gaan liegen, broer. Oké, oké. Ik weet wat je doet. Oké. Ik weet wat je doet. Oké. Oké. Mag ik praten? Mag ik praten? Mag ik praten? Mag ik praten? Let's de fan. Zijn wij? Zijn wij? Onbeleefd de podcast geworden? Broer, waar is op begonnen? Fuck it, let's go. Maar wat ik wil zeggen is van, ergens, en dat is heel raar dat dat bij mij uitkomt, maar ik snap die bb, snap je? Waarom zeg ik dat? Want als jij als, en daar moeten we eerlijk over zijn, ik heb verder, dat zijn kleine eilandjes, dus zijn allemaal kleine mensen bij elkaar. Jullie hebben gewoon zoiets van, ah, we hebben maar één ster-speler of één speler. Wacht, één gast waar we op rekenen. En het feit dat jullie altijd, en dat is het gevoel dat ik heb, dat heel veel mensen me altijd hebben gepamperd, dat is nou zo'n in logo. het verleden in dan. het verleden, ja? ja. Broer, wacht adam. hij is maar een acht kapsel zo, broer. Ja, maar hij heeft dus, nog zo'n zoveel gespeeld. Broer. Maar dus, maar als hij is niet eens, broer. Luister, wie ah, oui. <laughs> <laughs> maar wacht, mijn punt is, is hem toch wel niet voor Niemand ligt, man. Want dat is zo, pas je het is hetzelfde een beetje als je een beetje in vergelijking kunt brengen. Dat is zo met, uh, ja, het Congo is het makkelijkste voorbeeld, wij zitten heel de hele tijd achter de gatje van, van Biseka te lopen, bijvoorbeeld, stel dat hij was gekomen, we gingen hem ook een beetje dragen als Jezepayten. Mm. En dat is het gevoel dat ik heb dat ik heb verder doet bij B.B. En dat ze nu zoiets hebben van ah, maar eigenlijk is hij niet de persoon die wij dachten dat hij was, mm. is hij niet zo goed als hij bij Dichte dat hij was. En zo niet zoals gezegd van het feit dat hij maar acht caps heeft op 32-jarige leeftijd, ik wil dat zeggen, ben, hij heeft al lang gedaan om ten eerste te, te denken van ah, misschien moet ik wel voor hun uitkomen, zodat ik ergens internationaal kan spelen. Snap je? Dus mijn ding is gewoon van ja, ergens heb je dat, misschien af te denken, dat je hem altijd zit te pamperen. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van ja. Het feit dat hij ook zo gewoon is, is omdat jullie dat geaccepteerd hebben, dat hij zo mag zijn. Als je snap ik. Ik bedoel. nou ja, ik snap dat. Ik denk vooral dat hij geluk heeft dat hij Capverdian is vandaag. Ja. Want er zijn andere landen. Ja, is dat zo meen zo brand, echt, hè? Zo is een beetje surprisant, hè? is Als hij Congolees was, als hij Ivorian was, als hij Cameroener was of iets anders, zij gingen hem kapotmaken. Ja, ah, en ik denk dat hij het nu gaat overleven. Brian, jij hebt de statistieken van BB gevonden. BB heeft vandaag in de 72 minuten ingevallen. We hebben in totaal 26 schoten gehad. BB heeft er 6 gehad, <lacht> <lacht> waarvan 1 op doel. Kan je raden welk schot op doel was? Wacht. Delta die die voorzet? Nee. Ah, Op doelen? Ah, de penalty dat hij mist. De penalty die hij mist. <laughs> Le ah, boek heeft een gebiedelschot <laughs> van 35,5 meter. Ah, dat is crazy. 35,5 meter. En hij zegt: nee, maar ik begrijp dat, broer. Wacht, wacht. Want ik ben nog niet klaar, broer. Nee, ik ben nog niet klaar. ik kwam niet, ik op hem. snap je? Maar nu niet niet broer. Is broer? Er zijn andere spelers geweest in een selectie broer die gewoon bij betere clubs hebben gespeeld dan hem. Sport Sporting Lissabon en zo broer, Lille en zo broer. Zij gedragen zich ook niet zo. Maar hij denkt gewoon, bent ben superster. Ja, maar heeft Manchester ze er net. Nee, 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 broer heeft niet meer net. Broer heeft zelfs niet eens een trofee. Het seizoen dat hij capitu heeft gespeeld, heeft zelfs niet genoeg gespeeld om een beker te krijgen. wacht, ik ga zijn historie halen bij clubs man. Want dit kan niet broer. Die man is gespeeld bij. Pasos Ferreira, Aijbar, Riuw, heeft meer wij je gespeeld, voor mij net de reserve. maar voor de eerste ploeg van je Zaragoza. alsjeblieft man. Alsjeblieft, man. Mm. Doe dat nee. eens. Alsjeblieft. Nou, nah. mm. nee, broer, dat is disrespectful, man. Echt waar man. Maar ik moet niet daarop hebben. Ik wil een shout geven naar onze middenvelders. Mm. Ze hebben hard gewerkt. Ik wil een shout geven, zeker naar Jelson. Uh, de 19-jarige guy die is ingevallen. Onze spits. Hij heeft potentieel. Hij heeft één kans Hij heeft dus, echt potentieel. Waarvan ik zeg van, dan heb je ook. Die, die volie. Ja, die volley. Ik dacht van oké, okay, daar neem je die mee. Je trapt met links. Maar in het algemeen, de jongen heeft laten zien: vanaf wedstrijd het één dat hij invalde. Uh, Looplijn, Grinta wil scoren, wilt in een 16 zijn. Want sommige mensen zijn een meter negentig, maar ze zijn blijkbaar een flank <laughs> Wat ik ook niet begrijp. Ik heb nog nooit een meter 90 speel gezien die flank is. Nog nooit gezien. Maar dat is oké. Okay, nee, nee, dat is oké. Okay. Nee, dat is oké. Okay. Nee, 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 Michel wacht. Vlap? Nee, nee, nee. is wel iets. Hij speelt op de 10. Nee, dat is oké. Weet je dat ding is? Chad naar Voorzinje. Chad naar Moreira. Chad naar iedereen die heeft gespeeld. naar Costa. Zeker Piku. Die centraal. Linkscentraal. halve hier. Hij heeft zijn ding gedaan. Maar al depuis. Hij doet al een paar afkomstturnooien mee. Hij doet gewoon zijn ding. Voorzinje ook. 37 jaar. Vind jammer voor hem. Want dan gaan we ook zijn laatste zijn. Of misschien daarvoor. Maar Misschien nog eentje. Ja, misschien nog eentje. Hij heeft zijn ding gedaan. Middenvelders. Monteiro. Soms een beetje hè. Maar hij werkt. Snap je? Ik zie dat graag. Willys inmiddels in ingevallen. heeft ook zijn ding gedaan. Um, Gary Rodriguez en gedaan, Cabral zijn dingen Iedereen heeft zijn dingen gedaan. Echt waar. Is deze het eerste waar je ooit zijn geraakt? Nee, weer kwartfinale, man. Twee keer. Uh, dus want zijn, ja, ja, ja. dus Klopt. dit kon het eerste zijn. 2013, ja, dit kon het eerste ja. zijn. En daarom begrijp ik van penalties, stress en zo. Kijk, ik ga niet haat op een penalty, broer. Iedereen, nee, maar penalties zijn Ja, penalties. iedereen. Hmm. Een dat zijn andere dingen. Ik, okay, volgende keer trap gewoon door het centrum, maar iedereen mist een penalty. Dat vind ik allemaal oké. Okay. Al die andere dingen dat er rond zijn gebeurd, ga liggen dat mijn hoofd gemaakt heb. Mm. Bon, next game. Isema. Yes. <laughs> We hebben. Werd je nu besproken? Zuid-Afrika. Zuid-Afrika ja, komt tegen Nigeria uit. Ja, maar. Maken ze kans? Nee. Ah, een, een, een heel eerlijke mening, nee. Maar kijk, ik heb het gezegd, deze afkomst, je kunt niks aan de logica overlaten. Hm. Weet je? Uh, wat ik vandaag ook weer al heb ondervonden van Zuid-Afrika, dat is uh, puur een beetje op zijn Hugo Bros. ook hoe dat met Cameroen om, uh, om is gegaan in der tijd, is puur van, witte Ervoor zorgen dat je iets of wat van defensie bij elkaar kunt, kunt, uh, bij elkaar kunt brengen. En dat je er een deftige organisatie van maakt. En eigenlijk de animatie in de aanval gewoon rekenen op zowel snelle spelers als spelers die wat technisch zijn. En hun een beetje die vracht geven. Um, dat zie je ook weer vandaag. En, en die nummer 4 trouwens van, van Zuid-Afrika. Zijn vraatrept tegen Marokko was goed. En van alles en zo. Maar ik heb hem vandaag zien spelen op de 6. Franchement. Dat is iets dat ik niet graag zeg, maar hij uh, komt in de buurt van Amrabat. Snap je Shit, Nou, nou, klag, oh, klag, ik klag, ik, klag, ik, klag, ik, klag, ik, klag. Ik, klag, Ik klag, ik klag. Nee, maar wat, wat ik bedoel is, is hij is echt een goede speler. In de zin van, dat is een beetje de... Ja, hij liet me vandaag echt vooral denken aan Kanté In de zin van, veel werken. Vooral uh, veel op die balrecuperatie. Uh, het enige dat wel iets meer heeft als Kanté is wel van, uh, vanaf dat hij die achterrol... Infiltratie gaat vervullen, gaat hij echt wel ten aanval. Ah, hij is beter aan kant dan? Nee, ja, hij nee. doet zijn taak gewoon beter. Maar dat is beter in het systeem van Zuid-Afrika. Dat is niet wat ik wil zeggen. Nee, okay. nee, dat is wat ik zeg. Oké, okay, dat is oké. Okay. Dat is goed. Dat Ja, maar ik, 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 ik zou zeggen, hoe ik ook Nigeria gisteren heb gezien, ik ben niet per se onder de indruk, maar zo de, de transformatie van Simen, dat, dat doet me wel iets, man. Nee, niet de transformatie, want ik heb het misschien pas gisteren doorgehaald dat hij. Super cruciaal is. Ja. Maar ik heb wel zo'n ding van: ja, die 3-4-3 gaat echt pijn doen tegen Zuid-Afrika. Ik heb een tactische vraag voor jou. Ja, ik wil nog iets toevoegen aan, voilà, aan die zei. Maar dat zal heel uw segment worden, dus je dat hebben. Nee, het is omdat ik het anders ga vergeten. Um, eens dat de verlengingen beginnen, mm -hmm. zien we dat Zuid-Afrika verandert van opstelling. Ja. Ze gaan met drie van achter spelen. Mm -hmm. Dat is iets wat ik me niet kan herinneren, dat ik dat echt heb gezien na een ploeg, na 90 minuten zegt ah wij veranderen de opstelling mm -hmm. en we gaan de volgende 30 minuten zo spelen. Ja. Ten eerste heb jij dat ooit al ergens gezien en ten tweede moet ik dat zien als iets positiefs dat hij durft na 90 minuten nog te zeggen van hey, ik denk dat ik iets heb gezien we gaan dat gewoon doen. Ik denk als we kijken op dit toernooi zijn er heel veel ploegen die doorstoten met leuk voetbal maar heel veel of weinig coaches die uh, weinig in-game management hebben dus bijvoorbeeld in Nigeria ze hebben tussen dus, tussendoor, wedstrijd 1 en 2 gewisseld van formatie. Maar zelfs in die wedstrijden zie je niet veel nuances erin. Andere ploegen ook, Mali bijvoorbeeld. Er zijn heel veel ploegen die trouw blijven aan hun, aan hun opstelling. Wat dat soms een beetje negatief kan zijn. En vandaag okay. bijvoorbeeld bij Hugo Broos, en daar moet je het respect geven, is dat hij medikt, vanaf dat Jilsen erop kwam uh, in de tweede helft. Heel veel ballen door het centrum werden gegeven. En ze centraal de kon dat gewoon niet beloven, want die was superstal. Dus. Hij heeft gezegd: van, weet je ik zit er drie? Ik had die ruimtes tussen twee centraal-VD's wordt verdeeld. Doe ik dat nu tussen drie? Dat betekent dat iedereen heeft elks een ruimte kleiner om te verdedigen. En wat, ook interessant, wat ik heel interessant vond, is de twee wingbacks stonden super hoog in balbezit. Maar echt gewoon de hoogste uh. lijn die je kan houden. En maximale breedte, dus echt aan de ja, zijlijn. Nou, 7, 11. Hè? En daar is het ding mee. Als je dan twee flankspelers hebt, zoals bijvoorbeeld de Cap Verde, die dan op de counter is kunnen gaan doen. Ja, je moet die wel 10 of 20 meter lager gaan plaatsen. Wat anders, ja, eigenlijk is het een beetje dubbel. Als je de bal hebt en ze blijven hoog, is bon. Het is 3 tegen 3. Maar daar heb je wel voor Zuid-Afrika een overtal, zeker op een dubbele flank. En daarom was het een gevaarlijk. Dus daarom dat ik wel een respect wil geven aan Hugo Broos, want hij heeft een fout opgemerkt. Maar die heeft niet enkel het defensief eruit gehad. van Oké, okay, maar ik ga niet, dat is zo'n beetje zoals Schaken. Als je uh, tijdens het Schaken enkel defensief speelt, dan ga je blijven weglopen, 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 weglopen. Dus als je weglopt met je Queen, ja. Uiteindelijk, of mijn koning, sorry, als je, als je blijft weglopen, ja, dan ga je gepakt worden, want je hebt geen counter-offensief. Mm. Hij heeft gezegd: oké, okay, ik pas me aan defensief. Maar zodat ik aanvallen, wel ik kan weerleggen, dat zij zich ook opnieuw moeten gaan aanpassen. En dat is wat heel sterk van Hugo Bros. Um, dat hij daar gewoon heeft nagedacht van oké, okay, hoe kunnen wij twee situaties oplossen in één keer en dat is gewoon met één wissel te gaan maken. Um, en dan bijvoorbeeld, vandaag in een groep zet zit De wissel van Ivorkis bijvoorbeeld. Ja, ik vond twee domme wissels uit halftime. Maar dan zie je wel dat er ook andere coaches zijn die wel voor mij de juiste beslissingen hebben gemaakt. En dat is met Hugo Broos. Het laatste wil ik nog wel wat zeggen. Uh, om aan te sluiten wat Andy zei. Op dit toernooi uh, hebben we heel vaak zo van. Ah, zij verdienen het. Maar afkomst moeten wij beseffen. Het woord verdienen bestaat, bestaat niet. Bro. Dat bestaat niet. Want ik zei het vandaag ook. Hè, en ik, en ik, en ik zeg de bui een beetje hangen. Want ja, verlengingen en zo. Je, je merkte van, avant deden we niet meer zoveel. En ik zei nog van we verdienen door te gaan, maar daarom gaan we niet doorgaan. Ja. En dat heb je vandaag ook gezien bij je tweede wedstrijd. Mali tegen Ivorcus. Mali op basis van het toernooi verdienen eigenlijk om naar die finale te gaan. Dat van de wedstrijd, hè? Ja, zo op basis van de wedstrijd niet. ook. Maar zo werkt, zo het werkt het niet. dat niet. En dan heb je gewint er dan daar vandaag Ivorcus. Mm -hmm. Ik ben blij dat hij het aanhaalt, want het zijn die twee dingen inderdaad. Het verdienen. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen zal zeggen van Mali op basis van het toernooi. De wedstrijd, leuk voetbal, dit, dat. Maar een patroon dat we al eerder hebben gezien, ook tegen Ivorcus, dan met Senegal. Maar jij begint goed aan de wedstrijd, jij domineert. Mali heeft dan nog iets, ja, ergens zou ik zeggen, het geluk. Van Ivorcus daar rode kaart uh, ja, rode kaart pakt. Dus mm -hmm. ze zijn tegen tien man. Maar gevoeld inderdaad, en zeker op afkond, heb je dat hart zo van: ah, jullie gaan geen tweede scoren. Mm, dat is pas bon. Show. En dan die halftime komt, Ivorcus doet een paar wissels. Ze spelen met tien, ja, ik denk 60 minuten. Ja, 60 minuten. Ja, heel vroeg groot gekregen. En dan de 90ste minuut. Dat is 91ste. minuut. Adingra op, ja. op een rare actie. Hij komt, ah, je kan bol is bal komt terug. Hij zegt, broer. He. Ja, het is zo'n voor het is in 1-1. En dan zou iedereen zeggen. Normaal gezien op een ander toernooi zou je zeggen: Ja, maar. Zij zijn al zo lang met 10. Mm. Mali zal wel terug. Niveau opdrijven. Maar ik denk dat op afkomst iedereen doorheeft: Broer. Tim je Maar je merkt gewoon dat heel veel ploegen moeite hebben met dat tweede doelpunt te gaan scoren, want we zien vaak we zien niet vaak wedstrijden 2-0 worden en dan afgesloten. Het is vaak 1-0, bijvoorbeeld congo voorbeeld nee. 1-0 1-1 meteen. Nee. Maar we zien niet zo vaak dat ploegen uitlopen en inderdaad, ik denk dat is key voor in de kwartfinales of voor, sorry voor in de halve finales Als een ploeg daar die 2-0 kan vinden, is het denk ik voor mij boeken dicht. Maar het feit dat het 1-0 is en ploeg vinden meteen wel die klik of die mentaliteit of, of, of uh, die aanvallende impulsen om een gelijkmaat te gaan maken, is gewoon het grote verschil. En vandaag ook bij Ivorkust. Zij hebben, en ik zei het daarom ook al, ja, is het nu door, door de coach ja of nee, dat weten we niet. Maar je ziet wel, oké, okay, één resultaat bestempelt niet hoe dat je toernooi is. Mm -hmm. Eén negatief resultaat tegen Equatorial Guinea is niet hoe dat je toernooi verloopt, want nu spelen ze daar gewoon twee keer op puur op karakter. Waar wij denken van, ah mentaal zijn zich gekrakeerd. Nee, ze, ze Zij doen zijn twee keer op karakter. op karakter aan het winnen. Het heeft niks met voetbal te maken. Nee, zeker? Dit is echt gewoon van wij tegen jullie. En we gaan zien wie breekt. Ja. Want nu 90ste minuut, 120ste. Bro, jullie, hebben nu, jullie zijn uitgeschakeld op penalties. Ja. Ik hoop dat ik het niet moet meemaken. Nee, ik hoop het ook niet. Maar ik denk, een doelpunt in de 90ste te krijgen, naar Verlenging gaan en een doelpunt in de 120ste te ja, krijgen. Ja, Sier, ja, man. Ja, ik denk dat ik daar mogelijk nog erger vind dan die penalty. Maar dan dat ik vandaag blij was: zo van het was 90ste minuut. Zo, oké, okay. ja, het is nog een half uur. Snap je? Nee. Maar zo moet minuten doelpunt tegen krijgen. Nee, man. Ik wens niemand dat toe. man. Echt waar. Ja, maar man. wat ik wel zo heb, en dan ga ik even terug gaan op wat je zei. en Dat is iets dat me een beetje irriteert. En ik had heb, ik heb wel zoiets van: Gerard heeft dat wel gisteren deftig gedaan. Inderdaad, we gezegd: van, een ploeg komt voor. En ze pushen eigenlijk niet voor dat tweede doelpunt, weet Gerard heeft dat bijvoorbeeld, gisteren wel, ja, werd ook een doelpunt afgekeurd. Ja. Maar je zegt wel dat ze eigenlijk zelf de controle hadden over de hele wedstrijd. Snap je? En oké, okay, ja. Dat Angola heeft een keer tegen de paal getrapt en ik zei oké, okay, dat is allemaal goed. Maar je zegt wel, in het algemeen... Nigeria was wel zoiets van, nu gaan we even doosman, hier pak ik de bal, maar we gaan gewoon even iets lager gaan spelen. En nu, oké, okay, we hebben nu genoeg de bal gekregen, hup we gaan. En dat was vooral mijn irritatie aan Mali vandaag, omdat, weer al, terug, ja, het perfecte voetbal is denk ik... Qua toernooi kun je dat enkel aan Mali geven. En dat is puur qua... Hè, Spelwijze, hoe dat ze moeten spelen, hoe dat ze met hun 4-4-2 eruit uh, moeten omgaan. De, de, de looplijnen, alles erop en eraan. Dat is allemaal ideaal. Maar dan heb ik zoiets van... ja, Er mankeert gewoon realisme. Want de, de goal van, van, van Dogele is, is een pareltje, snap je dat? Ze missen ook, ook een penalty. Ja, ze missen ook een penalty, inderdaad. Maar ja, je scoort die 1-0. En dan heb ik zoiets van... Oké, okay, nu is het moment. Ze zijn met tien. En oh, die coach heeft ook zo, inderdaad bij de wissels... De wissels, ik had er op zich geen probleem mee. Ik had meer een probleem met de manier waarop ze ging spelen. met dan met drie achterin, met wingbacks en van alles en zo. En maar het ding is geen wingback. Oké, okay, hij heeft dat half gedaan bij Union, maar bij, bij Burnley, Brighton, bij ja, Brighton ja, is dat gewoon. Ook soms. Snap je? En dan heb ik zoiets van: je gaat die mensen kapot laten lopen. En ik heb zoiets van: ja, normaal gezien, maar die moet daarvan profiteren. en Dat gebeurt niet. En dan ja, krijg je die domme doelpunten en gaat je eruit. En eerlijk gezegd, ik had geen meerderheid. Ik had echt zoiets van. Bro, jullie hebben dat jezelf aangedaan, jullie moesten dat gewoon afmaken. Mm -hmm. Je hebt dat niet gedaan. Après die coach staat helder, wat water over zijn hoofd. Tjie, dat was zo grappig, ja, Dat was funny, man. Nu, ik ben sowieso niet het tactisch expert of ja, de tactische persoon hier. Je ja, duwt u vaak lager in, maar je kunt gewoon mee, man. Ik dat, kan, hij de doet de expres, man. Hij kan gewoon mee. Ja. Hij doet het bullshit, maar omdat man. jullie ja, just... er... deze toernooi heel hard bezig zijn geweest, over die VV2-ruit en al die dingen, yes. heb ik wel mijn best gedaan om dat vandaag te volgen waar ik fucking hard vond bij Mali. Ik vond dat echt zo. Snop, soms kijk je naar een wedstrijd en denk ah, dit. I, I get it. Dat is hoe dat zij die triggers die ze hebben om in de diepte te gaan. Mm -hmm. Als in, soms is dat die acht, soms is dat die negen, soms dat... Maar je ziet zo duidelijk dat zij mm -hmm. weten ah, nu moet ik vertrekken. Zo wie weet wanneer en ja, iedereen volgt. Ja. Dat is zo hard. Dat is niet Dat zij zelf echt. Het ding is meestal ziet je zo van. Je ziet een actie en dan zie je iemand denken van ah, oké, okay, ik ga iets doen, ik vertrek. Maar bij hun zie je dat dat echt systematisch is van het is aan mij. Ah, hij is gegaan, er is geen bal gekomen, oké, okay, het is aan mij. Zo dat, die eerste helft was echt leuk om te zien. En ik denk dat dat misschien niet altijd opvalt, omdat ja, het is niet elke keer dat iemand vertrekt dat er een bal vertrekt ook. Dus dan niet iedereen gaat letten op wat er in de ruimte gebeurt, maar mensen, en dat is normaal op tv, je let op wat er met de bal mm -hmm. gebeurt. Maar omdat ik er nu even mee bezig was, had ik zoiets van: ah, dat is echt hard. En dan, als je die automatismen ziet, zie je wel van: dat ziet er echt goed in in die ploeg, snap je? En ja. ik ben wel benieuwd naar wat dat zij in de komende ja, jaren en toernooien gaan doen. Nee, maar om daarop in te pikken, dit is, is waarom ik ook eigenlijk in, in de voorbeschouwing vooral heel lovend was over Mali. Omdat ze eigenlijk echt de, de nationale ploeg een beetje nemen als een, als een club. Weet je? Zo. Zeker nu bij de jeugd is het zo heel vaak. Spelen ze samen of komen ze vanuit dezelfde academie, et Ik heb het ook gezien bij de jeugd, ze hebben goede resultaten eigenlijk mm -hmm. geboekt. En het is eigenlijk het systematische dat ze uh, vanuit de academies en de nationale ploeg hebben, dat ze eigenlijk blijven implementeren bij alle spelers. En dat is eigenlijk ook, ja, dat is, dat is een, een, een artikel dat ik heb gelezen, dat eigenlijk um, de, de voetbalfederatie van uh, uh, Mali de spelers ook gewoon een guide naar welke ploeg je moet gaan, welke het best is, aangeraden. Zodat je eigenlijk nog steeds met dezelfde met, met hetzelfde ideologie, ah, filosofie, ja, filosofie van, van, van je land blijft. En het is ermee dat ze bijvoorbeeld heel goed zijn met eh, Duitse ploegen uh, in, uh, en Franse ploegen, omdat ze wel zoiets hebben van ja, wij willen dat, vooral onze middenvelders vooral altijd dat grinta hebben, een beetje de agressiviteit agressiviteit erbij. Maar bijvoorbeeld de ABBA's ga je bijvoorbeeld meer in een, in een Duitsland of zo zien. Waar ze veel kunnen scoren, waar ze veel vrijheid hebben, waar ze ook veel moeten lopen, bijvoorbeeld. En ik vond dat wel een interessant artikel. Ik heb dat nog niet helemaal uitgelezen, maar het is van zes pagina's. Ik weet niet waarom zoveel. <laughs> ja, ik wil een eh, one-pager. Ik heb alles gelezen. Ah, oh. vieux Andy handicap. Wat? Dubbele bachelor. Ja? Besef. Zes pagina's is veel, broer. Voor <laughs> een artikel. Als je ik alles, broer. Voor een artikel. Allee, alsjeblieft, man, broer. Oh, Zes bro. pijners. Give broor. me een one piece. Voor wat draag je dan de bril af, broer? Oh, wat heb je met jou, broer? te maken. We hebben er te maken. Ik denk, je hebt artikels in de kranten die lager zijn dan ze pijners. Ja, maar die lees ik niet. Waarom zou ik die lezen? Heb jij die juridische dingen geschreven? Broer, jij moest letterlijk een boek Ja, maar dat is juridisch. Dat gaat niet over voetbal. Maar zes pijlen is veel, dat is waar je limiet ligt. Nee, maar dat is. Yeah, je, je limiet is twee. Nee, limiet is twee, broer. Voor een hij artikel. Zegt ook, hij zegt toch, even maar een deel gelezen. Morgen nog twee. Dan ja, wat deel dat op? Uiteindelijk, hij, een artikel zegt. Nee, weet je wat, fuck die Duitse. <laughs> nee, maar overall. Weet nee. je wie die zes kan problemen. lezen, broer? BB Shit. Ik ben blij dat, ja. dat je dat zegt. Nah, man. Maar ik ben ook blij dat je het over die academies hebt. Omdat wij het er kort over hebben gehad in onze nieuwsbrief. Waar jij op kan abonneren, natuurlijk. Um, en ik had in het opzoekwerk dus gezien dat Mali met uh, Jean-Marc Guillou werkt. En die academie, dat een derde van de ploeg van die academie komt. Ja. En België heeft natuurlijk een link met Jean-Marc Guillou, want hij was de persoon die al die Ivorianen naar Beveren had gebracht. Mm -hmm. En zijn academies, ik denk zo als je gaat kijken naar alle academies die je nu hebt op het Afrikaanse continent, of misschien over de afgelopen 15, 20 jaar, is hij misschien wel de persoon die het meeste werk heeft verricht voor heel veel landen. En ik vind dat interessant omdat wij hier meer met een clubcultuur zitten. En meer kijken naar jeugdacademies van clubs. De Ajax's, de Chelsea's, de United's en al die zaken. Mm. Maar om te zien dat dat op het continent, of het Afrikaanse continent, helemaal anders gebeurt, vind ik wel nice, snap je? Jij wou iets zeggen? Ja, ik wou iets dom zeggen, man. Ik Wou je kijk, diaspora zeggen? Ja, nee, ook, man. Van de <laughs> ik, ook, ik wil ook een academie starten, man. Voila, dat iemand, dat iemand ziet, die trap van 40 meter. Je mag. Dat Ze op blote voeten, <laughs> ik alle Jean-Marc Youssef. Jean-Marc Youssef zijn dingen was, iedereen draait op blote voeten. voeten. Ja, ja, ja. Ja. niemand trapt verder dan 30 meter. Nee broer, <laughs> bro, vanaf meter broer. Als je die bal die breed speelt broer. zo <laughs> broer, ah nee bro. Weet je, het ding is, we hebben dit vaak besproken. Ja. Have you tried this before? Hè? Have you practiced this shot broer? Absoluut. Als dat niet het geval is broer, blijf dat. Ja, maar volgens mij doet hij dan. dat, ik denk dat bro, ook. Ik heb gezien als een doelpunten dat hij dat Boy scoort niet. Hè? Nee man, ja. idee, dat was een steeds er weer bijhalen. Dat <laughs> prikt nee, het prikelt, man, echt waar man. Nee, maar ik vind het wel jammer dat Mali eruit is man. Was nee het zo ik even... niet man. Nee kijk, ik niet Ik voor, vind dat heel goed. Voor agenda reden. Ik vind redenen, dat heel goed. Voor agenda ja. reden. Ja, ja, snap mm -hmm. je? Want kan de, de path is daar. <laughs> nou win it, snap je? Ik heb het ook al gehoord. Ja. Nou win it. Ja, duidelijk. Maar uh, nou Mali was leuk om naar te kijken man. Absoluut. De was leuk, broer twee spitsen. Voetbal was leuk. En dat is een beetje jammer zo. Het zijn nu zo vier ploegen. Ik denk dat het meest voetbalende ploeg nu over is. Dat het zo tussen Ivorcus en Zuid-Afrika is. Ik zou eerder zelfs Zuid-Afrika zeggen? Zuid-Afrika en Ivorcus. Ja, Ivorcus, ze proberen, snap je? Mm. Eigenlijk, BB en Fofana van, van, van Ivorcus zijn dezelfde spelers. Want Fofana kwam ook uit vandaag een beetje met Maar Fofana, ik denk dat dat is door die eerste wedstrijd. Ja, maar, ja, maar BB heeft daar gewoon met twee gehad, snap je? P'tj, ik heb ze allemaal nou vijf keer gezegd: shit, man, dat, dat is hetzelfde aantal schotten dat hij had in de wedstrijd. Wie is het dan? Gaan ze dat, nou. Gaat dat nou niet meer zeggen. Maar dat is dus het ding is van: ik merk dat Fofana een beetje hetzelfde heeft, maar om terug te gaan naar Bali. Ik denk dat ze wel de komende jaren, hopelijk, maar natuurlijk, dat weten we niet, want dat is als deze afgelopen bewezen van. Ook al kunt je de best aan het ploeg zijn, de beste spelers hebben, whatever, beste systeem als de voetbalgoden niet in jouw zijn, bro, ze mag. En dat heb je ja, maar er is gewoon realisme, realisme bij Mali. We moeten daar eerlijk over zijn. En ik, 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 ik heb gewoon zoiets van: ja, terug uit de wedstrijd. Als, als ik als nu terug opnieuw zou kijken, heb ik echt. Zoveel fases waar ik zeg van bro, ofwel trap gewoon, ofwel oké, okay, nee, nee, je moet het combineren. Niet trappen. Nee, nee, nee. Geen 40. <laughs> geen 40 man, even ik, een ik heb PTSD broer. Ik moet naar Manchester, ik ja. zeg broer, ja. trap van 30 meter. Ja. Ik heb ja. nu al spijt voor alle jonge kinderen dat jij in de komende jaren ja, gaat trainen. Ja. ja. Want die kinderen gaan met een trauma naar huis gaan doen. Papa, ik mag niet trappen, ik mag niet trappen van <laughs> trainer. Ik mag niet trappen. Er waren twee manieren. Toen je coach was ik KV Mechelen, er waren twee manieren hoe je kon scoren Of uh. heb je of 2045, of jij moest in de 16 zijn broer. Anders je trapt niet broer. De gaat breed, broer. Oh, wat? Ik had de zeven 7, zo hier. dat was kapot. Dat, broer. Hij snelde iedereen Je man. Recite. Ja, man. Nigeria, Zuid-Afrika, Congo en Ivorcus. Wauw. Ik zou dat in Ik geloof dat Nigeria de meeste kans maakt. Ja, denk dat wel. Um, Door iets dat daarnet is gezegd in de show. We zien geen ploegen die een 1-0 kunnen vasthouden of verdubbelen naar een 2-0. Mm. Ik acht Nigeria daar het sterkste in. In een, zij kunnen eerste doelpunt scoren. Mm -hmm. Ze hebben een heel goede verdediging. Zij kunnen de bal gewoon overlaten en ze kunnen waarschijnlijk een tweede keer gaan prikken. Dus gewoon op basis van dat en niet op basis van hoe zij spelen dit en dat. Denk ik echt dat zij nu de topfavoriet zijn. En ik had dat waarschijnlijk niet gezegd voor het toernooi. Nee, maar beide teams hebben we vier keer een clean sheets gehaald. Wat zouden zeggen? Ja, klopt. Dus welke beide teams? Dat heb ah, keer, ja. Ja. Dus dat gaat gewoon een goede 0-0 worden, man. Maar dat boeit mij niet. Nee, dat weet ik. Waar bij hun gebeurt? Maar voor jou niet. Wie Ik zou liever Zuid-Afrika zien, eerlijk gezegd. Ja, natuurlijk, broer. In de finale. Ah, mm -hmm. Maar het ding is: ah, Piet, Het ding is: mijn broer tegen Zuid-Afrika. Bro. Ja, man. Maar respect, hè. Maar wij moesten gewoon klappen op 3-0, no, man. Nah, echt, echt whitewash. Alle mooi. Jantje, sorry. Moesten echt gewoon pakjes geven. Ja, man. doorgeven. Maar nee, jongen, we gaan gewoon naar huis, man. Zie Weet je wat in Zuid-Afrika nu zingen? Oh, wat een filet Jij bent mijn baby. <laughs> Jij <Je laughs> bent de wat. Jij bent Oh <laughs> Wat een feeling. in the night You Jij the one that Jij you say I do, I do. wat. Jij bent Brian, wat. man. bent de andere Brian, maar toch de andere Brian. Andy, yes. Wie is jouw favoriet? Eh de eerste? Jij bent de wat. Jij voor de wat. de eerste? Nee nee voor het ik ga het zien. Ah. Oké, okay, Zuid-Afrika? Oké, of... okay. wie is jouw favoriet? Nigeria. Oké. Okay. Ik hou ook voor Nigeria ja. Yeah, yeah, yeah. Maar super ego's. <laughs> You're gonna win the tournament. Do it for me, ja. Yeah. <laughs> nah, maar ik denk dat ze wel naar de. We stretch op woensdag? Ja. Okay. Uh, Nigeria is om uh, 18 uur. Ja. en Congo speelt om 21 uur. Yes. Want de hoofdact is altijd afsluiter van het uh, festival. Ja, maar nu moet je als tweede spelen. Hè? Is dat is hmm? niet leuk, hè? Ja, maar is dat, is niet dat, is leuk. Leuk. dat is dezelfde dag. dag. Dat maakt niet uit, hoor. Ja, maar het, is niet... Nee, maar het is niet leuk, bro. Kijk, Kijk vandaag. Het is nee, niet het leuk. is niet leuk, hè? Maar ik denk niet dat er al één speeldag is geweest waar Congo heeft gespeeld. die ik leuk heb gevonden. Nou, dat is waar. Ik heb van geen enkele wedstrijd genoten. Waar hè? is het in overstad van verzachtende omstandigheden? Is het meer verpijnlijke omstandigheden? Of... Nee, versterkende. Waarvan... Ik weet niet, broer. Ja, ik, ik vraag een synoniem. Dus ik ben niet om het. Ja, ja, ja. Ik vraag een synoniem. Broer. Jij hebt de bril aan. Of snap je, je broer? broer? Jij leest pagina's. Ja. Zo. Maar wat wil je eigenlijk zeggen? Dus niet verzachtende uh, omstandigheden. Dat maakt het erger. Het maakt erger, snap je? Erger omstandigheden, dat weet ik veel. Ja, broer, je laat een broer voor staan. Hoe ben met twee diploma's? Je hebt geen literatuur. Bro, waarom moet ik dat hebben? Oh, je bent, ik, ik moet het hebben voor. jullie. zit een met de nieuwsbrieven zo bro. Schrijf de... je mee en zo broer? Nee. Nieuwsbrieven Je brak je talenten. Er bro. Je moet gewoon ja? zo denken. Je moet gewoon zo denken. Vanaf daar een project is mijn deadline. aan die <coughs> drie mee. Dat is waar. Ja ja ja. Ik ben verbaasd dat hij dit toernooi gewoon alle wedstrijden heeft gezien hè. Hij heeft altijd. Ja, yeah, ja, 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 niet doen, doen dat hij, vaar, pa, niet doen. Hij heeft er een paar gemist omdat hij moest kootje. We zijn hier, man. Welk ja. heb je gemist? Omdat oh, jij moest coachen, toch? Nee, ik heb geen klok ik gemist. Nee, niet op maandag. Nee. nee. Ah, daarom zou je ons belden om te vragen waar heb hij is. Heb je niet een training gescapt? <laughs> <laughs> ja? <laughs> of wat? Die worden sowieso, <laughs> <laughs> sowieso met vijf. <laughs> of werkt <ik> het? <laughs> nee, werkt niet. Ik niet. Nee, nee. Klassiek. ziek. Andy Brian. Ik wou dat BB ziek was, man. Dat Zijn betsy, Nee, wat a broer. Nee, BB, maar. Waarom doe je met dit aan? Ah, Sluit broer. het af voor mij, vandaag, broer. Nee, Brian. BB, BB, waarom doe je met dit a ah, broer? We waren zo dichtbij, broer. We waren zo dichtbij. Want ik heb het gevoel, kijk, dat afrika was de laatste echt moeilijke. Ik denk Nigeria, we gingen misschien wel een beetje smijt. Snap je? Mm -hmm. Waarom doe je mij dit aan, bro? We waren zo dichtbij. Stallone heeft mij gisteren snel genoemd, broer. Als, broer, ik ben vandaag van piano gegeten. Everything was aligning, snap je? Misschien is dat Alle. de fout dat je ja, ja, dat is de fout dat je te gelukkig. Maar. Dat was te gelukkig. Ik heb een van piano Broer, ik o, was van piano aan het chappen, Ik zeg, oh, dat was te lekker. Ik heb besef, broer, dat kan niet. Er moet iets vandaag verkeerd ik lopen. Kun je hier even een, een pauze nemen? Want je <laughs> moet beseffen wat de perfecte dag is voor Brian. Hè. De perfecte 24 uur voor Brian zijn. Yeah. Iemand noemt hem snel. Yeah. Mm. Hij eet van piano's. Yeah. Zijn ploeg wint. Yeah. Dat da is waar hem gelukkig maakt. De en hoe is dat? Hij had twee of drie. Oh fokkie, niet ver. Apres, een kabo hooi. Ik kan niet. <laughs> ik kan niet. Ja, dat is normaal. Dat is niet normaal. Dat is normaal. Dat is normaal. Nee, maar dat is een ding. Kijk, we waren zo dichtbij. Maar ik ga even je, Ik ben terug weer aan het lachen. Ik ga naar alle kabo's. Ik ga alle mensen die hier waren. Ik ga De alle mensen bij mij. Ik ga naar iedereen. Ik heb gevoeld, broer. Snap je? Ik heb vandaag gesproken met mijn Madrid. Ik zeg: ah, ik zeg broek, weet je wat, mijn liefde voor mijn land dat is gestegen. Snap je? Dat is mooi. En, en, en dat is het belangrijkste van dit toernooi. Mm -hmm. En hopelijk volgende keer finale. Ik hoop dat echt. Snap je? Maar BB broer, waarom? <laughs> 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 waarom? Maar nee, je staat aan mijn kavels. Brijzwaars, Ja, man. Ik wil je bedanken voor vandaag. Baruza, Jules. En voor de speciale occasie ga ik vragen aan Andy Ocasie. Omer. is tweedehands. Is het waar? Ja, ja. Wil je een koekje of? Uh, nee, ik wil het niet. Ik wil je eigenlijk iets verkopen. Huh? Ik je hoe verkopen. Let's leg gewoon palisade. Andy! Yes. Kijk nu, je hebt dat zelf veroorzaakt. Hè? <laughs> ik ga jou vragen om mij te begeleiden voor de outro. Mm -hmm. ik zou willen beginnen met. Amon, baby, Amon, baby. Amon, baby, I'm on baby, I'm on baby. Ga maar baby baby. Ik wil jou niet meer zien in mijn selectie. <laughs> Tot. Yeah. Andere keer zie. <laughs> ik kan niet kiezen. Ik, ik weet dat dit zo, maar bro, ik ga niet liegen. Brian heeft echt zo het muzikaal talent van een rat. <laughs> weet je, het ding is, jij, in het leven we konden wow. we wegen kiezen, snap je? We konden wegen kiezen. Net, huh? ja, we konden wegen kiezen. Uh. Dat was een was een periode ik speelde gitaar, Ik kwam iets rap schrijven. Zo. Uh. Boys heb, ja, ja, boys, band. Ja, ja, ik, band ik was assurance, snap je? Mooi. Uh, Timberlake, Sync. Maar het ding is ik heb gekozen voor voetbal, snap je? Mm -hmm. Ik heb gekozen voor voetbalcoaching, want ik wist broer, mijn stem dat is niet daar. Dus, pas van als jij zanger bent broer, jij mag gewoon iemand zijn die liedjes afspeelt man. Ik weet hoor, je? Hoor gewoon dj man. Als we allemaal in Andy zijn band waren, ja. weet je welke rol ik jou zou geven? Die uh, tamboerijn zo ting Nee man, die boek met de fluit. Ah broer, wat? Hey, die fluit kan, soms... broe, broe, nee, kan soms, pri Die broer broer, die fluit kan soms generationeel ah, zijn, snap je? Ja, je moet wel man. even terug op je adem werken, maar dan kun je de fluit zijn. Nee, kijk, doe die... <laughs> Brian bedankt, Andy bedankt, Tim bedankt, de mensen hier bedankt, de kijkers bedankt, deel, like, comment en uh, laat een woord oh, achter okay, voor PB man. Snee, schat naar mijn kabels man, waar <laughs> daar man. I love you.